Hallo, daar ben ik weer. Besteed ik eerder deze week aandacht aan mijn vader. Vandaag is tijd voor mijn moeder. Waren zij er niet geweest, dat heb ik al eerder gezegd, was ik er ook niet geweest. Dat ik een entry maak waarin mijn moeder ook een rol speelt, komt door het rapport wat het Sociaal Cultureel Planbureau vandaag publiceert. En men constateert daarin dat er een ernstige behoefte is aan personeel in de verpleging en verzorging. 127.000 mensen. Daar gaan ook getallen rond van 140.000 mensen. Als je het rapport een beetje doorrekent, tenminste dan kom ik op 127.000. Maar dat zijn volledige voltijdsbanen. En in de zorg wordt heel veel met nulurencontracten en flexcontracten gewerkt. Krijg je die medewerkers? Ik zal even een ervaring vertellen met mijn moeder, inmiddels alweer een paar jaar geleden overleden. Ze heeft de laatste jaren van haar leven in een verplegingshuis gezeten en ze heeft daar prima zorg gekregen. Alleen nu praat ik al van 6, 7 jaar geleden en wat bleek, daar werkte bij dat tehuis werkte al mensen uit Oost-Europa. Dat ging prima, dat werkte heel goed. Wat je wel merkt is wat de kinderen van de ouders die daar zaten moeite hadden met de verpleging en verzorging die de ouderen kregen. Er was misbaar, er was ophef. Dat was voor het personeel niet altijd even vriendelijk, even leuk. Dat heeft mij doen bedenken van als jij als ouders zo aan je kinderen laat zien wat jij vindt van wat er in Nederland verpleging en verzorging gebeurt, dan motiveer je jouw kinderen niet om in die sector te gaan werken. Dus ik vraag me dan ook af, waar komen die 127.000 jonge mannen en vrouwen vandaan? Stel erbij op dat het salaris in de zorg niet tot de hoogste behoort. Overigens, vandaag wordt bekend dat er in de financiële dienstverlening de salarissen weer omhoog gaan. Dus wat drijft jou dan? Ik denk dat je er dan ook niet aan ontkomt om mensen in het buitenland te gaan werven. Maar ook dat je moet denken aan robotisering. Dat worden mijns inziens de uitdagingen voor de zorg. En ook al zegt het SCP, spreekt over 2030. Mijn tip is, en met name aan de managers en bestuurders, ik zal er nu maar gaan beginnen. Want voordat je het weet, ben je ook daarmee te laat. Ik wens je wijze beslissingen toe.